Patrick van Dullemen, hoofdtrainer van Laakkwartier, zondag tweede klasse. Even terug naar het begin, hoe het gekomen is dat jij bij Laakkwartier bent gekomen. Op een gegeven moment teken je bij Laakkwartier. Toen waren ze nog eerste klasse. Dat is één tegenvaller, denk ik. De volgende tegenvaller is natuurlijk dat de selectie min of meer heel gereduceerd werd. Dat was een tegenvaller inderdaad. In zoverre in de winterstop ben ik rondgekomen met Laakkwartier samen met Hans van Laar en Ron Jansen. Hebben wij ook besproken wat er kon gaan gebeuren met de eerste klas en tweede klas. En daarna hebben we ook besproken wat er ook nog zou kunnen gebeuren met spelers die zouden gaan vertrekken. En dat werden er veel. Te veel? Ja, veel te veel. Dus. Dan moet je weer aan een nieuwe selectie gaan werken. Nou, je bent trainer onder andere bij ADO, jeugd en dergelijke. Dus je kent het klappen van de zweek wat dat betreft. Maar tweede klas nog steeds een behoorlijk niveau. Wat was de doelstelling richting dit seizoen? Na het vertrek van veel spelers was de doelstelling handhaving. Dat is het eerste wat we hebben uitgesproken. Ik heb dat samen met Hans van Laar besproken met Ron Jansen. En ja, en Hans van Laar, die lichamelijk ging niet goed met Hans van Laar en die stopte daarmee. En toen heb ik met Ron Jansen samen op moeten pakken en dat hebben we samen goed gedaan. Ook nog met hulp van de assistent Jim Krijsman, dat wij vaak bij de club waren om het gesprekken met spelers te hebben. Ja, en dan kom je toch tegen lege antwoorden aan van zonder antwoord, wat ga je doen volgend jaar? Ja, dat weten we nog niet. Dus ja, dan moet je gaan schakelen. Je hebt een heel jong elftal, één routinier, min of meer, hoewel die ook nog begin 20 is, Lindenbank. Dat is ook een handicap, zeker als je tegen ploegen komt te spelen die meer routine in huis hebben. Ja, je speelt tegen ploegen, die hebben gewoon spelers, die houden die bal vast. En ja, die pakken even de rust in de wedstrijden, die pakken het op hun schouders. En dat heb ik niet, het vliegt bij ons naar alle kanten op. En we hebben een hele goede periode. We hebben een goede periodes gehad. Ik moet het ook niet zwarter maken dan het is. Want ik ben uiterst tevreden over de dingen die ik zie op het veld. Maar op een gegeven moment dan sta je voor. Of dan gaat de tegenstander lange ballen spelen. En dan gaan we de duels in. En ze zijn wat slimmer. En ja, daar zou je het hele seizoen tegenaan lopen. Een afdeling met toch een behoorlijk aantal ploegen die het klap van de zweet kennen in die tweede klasse. Zie je al ten aanzien van, als je richting de winterstop kijkt, een duidelijke afscheiding tussen de linker en het rechter rijtje? Nee, want we hebben natuurlijk nu twee keer verloren. En ik kan niet zeggen dat wij die wedstrijden geleid hebben. Dat wij beter waren, maar het ligt allemaal dicht bij elkaar. Je schiet twee keer tegen de paal, wordt het 2-2. En in die omschakeling of een minuutje later ligt hij bij ons erin. En wordt het 1-3 of wordt het 1-4. En dat is gewoon sneu. Wat wel opmerkelijk is, dat twee ploegen uit het linker rijtje, Ekkedeo en Fuk, niet verder kwamen als een 1-1 gelijk speel tegen jullie. Ja, dan moeten we ook eerlijk zijn tegen Fuk. Fuk heb ik bij de tweede helft met Laakkwartier een hele goede tweede helft gezien. En daartegen had Fuk ook gewoon wat zakelijk moeten zijn in de kans. En dan staat het ook gewoon 3-0. Maar ja, dat doen ze niet en wij maken er 1-1. Ja, dat is ook voetbal. Het is een kwestie van overleven dit seizoen. Komende zondag moeten jullie naar KDO in en uit Horen. Wat weet jij van die ploeg? Eigenlijk nu op dit moment niet veel. Ik ga wel morgen nog even telefoontjes plegen aan naar de trainers die dat tegengespeeld hebben. En dan ga ik kijken. Ja, het is punt naar voren, punt naar achter of twee spitsen. En daar moet je gewoon op anticiperen. Zoals gezegd, een jonge ploeg hebben jullie. Dan is het ook een kwestie van met name van de technische staf om ze vertrouwen te geven, te sturen. Lindenbank kan het natuurlijk niet alleen in dat veld. Hoe doe je dat? Dat moet ik gaan doen langs de kant. Dat moet je trainen. Dan was zeg maar op dinsdag was het wel een laag opkomst op dit moment. En dat heeft misschien ook met blessures te maken. Er zitten jongens die werken nog 's avonds. Je hebt jongens die zitten nog op school, dus je kan ze ook niet kwalijk nemen. En op donderdag dan wil je af en toe teamtactisch trainen en dan heb je daar ook maar 20 minuten voor. En niet iedereen is dan ook aanwezig. En ja, daar heb je wel mee te maken. En dat, ik ben toch een liefhebber van op de training al een beetje je tegenstander na te bootsen. Maar ik ben er eerlijk gezegd nog niet aan toegekomen. Dan was je bij Wateringseveld gewoon ook niet verwend qua opkomst van spelers en dergelijke. Maar ik neem niet aan dat dat zo extreem is als wat je toen meegemaakt hebt.
Nee, toen stond ik met 4 spelers. Maar net wat ik zeg, ik had er, gisteren had ik er ook maar 9. En 2 jongens die uit een blessure terugkwamen. En we hebben op dit moment ook een beetje pech met de blessures van de nieuwe jongens die gekomen zijn. Zoals Mikey Perquin, die is natuurlijk een half jaar uitgeschakeld. En dat was wel een hele goede, sierlijke basisspeler. En dat, ik vind het gewoon zonde van dat soort talenten. Richting winterstop, wat is de doelstelling op korte termijn dan? Ja, punten sprokkelen. Punten sprokkelen en dat, dat kan goed gaan. Of niet. Maar ja, ik ben positief. Dat is het belangrijkste. De mensen van de club die steunen mij. Ron Jansen steunt mij. Ik heb Jim naast me staan die zich goed ontwikkelt in zijn voetbalconditietesten. En dan heb ik Jan Linkhoff is nu erbij gekomen. En dat is wel lekker, want ik heb natuurlijk een half jaar weer moeten puzzelen met Ron Jans. Hoe gaan we voor elkaar krijgen? Ik was veel met randzaken bezig. En ik wil voetbaltrainer zijn. Ik wil me volledig voetballen focussen op voetbal. Tot slot, Jan Linkhoff is met name dan om het voetbaltechnische aspect te bewaken bij Laakkwartier, zeg maar. Dus kijken jullie al ver vooruit richting volseizoen? Want meestal eind van dit lopende jaar, begin volgend jaar, begint het, even tussen aanhalingstekens, gauw hoe weer om spelers halen of brengen. Interessant maken voor een club. Is dat ook iets waarvan jij zegt van daar wil ik me nadrukkelijk mee bemoeien? Of zeg je van dat is Jan Linkhoff zijn pakken, Jan? Nee, ik ga mijn best doen met Laakkwartier. En dan van de winterstop krijg je gesprekken of je mag blijven of moet weggaan. En ja, zo zijn de voetbalwetten. Dus ik zie wel wat er gebeurt. Ik ga mijn best doen, schouders onderzetten. Het beste wat ik kan doen.